Er bestaan ontzettend veel leuke Big Green Egg accessoires, zoals bijvoorbeeld. Allemaal leuke dingen. Maar vandaag de 7 meest onmisbare accessoires voor de Big Green Egg. Welkom bij een extra aflevering van Rals Barbecue Tube. Elke eerste zondag van de maand maak ik een fantastisch gerecht op de Big Green Egg. Ik behandel dit veel te weinig. Dat komt voor mij, is het eigenlijk gesneden koek. Die ik denk daar eigenlijk niet meer bij na. Maar ik krijg dus elke week nog mensen in de zaak. die voor het eerst een Big Green Egg aanschaffen. Die weten nog van toeten nog blazen. Die zijn helemaal nieuw in het barbecue, CQ, kook uh, gebeuren. Deze is dus voor die mensen. Want ik ben uh, ruim tien jaar chef geweest van Big Green Egg. Toen de Big Green Egg nog de enige kamado was in de wereld. En nou ja, we zijn begonnen met vijf dealers en geëindigd met 95 dealers toen ik wegging. Heel veel distributeurs binnengehaald voor heel Europa, bijna allemaal. Dealer training gegeven, dat soort dingen. Um, heel veel workshops. En het is voor mij gewoon een beetje uh, vanzelfsprekend geworden. Ik denk, laat ik het toch eens even behandelen. Want ik krijg nog steeds die vraag: van welke accessoires heb ik nou per se nodig bij een nieuwe Big Green Egg? Nou, natuurlijk de nieuwe Big Green Egg. En als je die koopt, dan zit daar standaard een RVS-rooster in. RVS, dit is een, een heel klein beetje smoetzig van de laatste keer dat ik hem gebruikt heb. Eigenlijk kun je hier nou alles mee. Je kunt op hoge temperaturen grillen, je kunt langzame bereidingen doen op een lage temperatuur, je kunt roken, eigenlijk van alles. Veel mensen denken dat je het nu alleen maar op hoge temperatuur kan grillen. Absoluut niet waar. Ook nu kun je een hele lage temperatuur bereiken en handhaven. Maar dan heb je altijd van één kant meer hitte dan van de andere kant. Dus van de onderkant krijg je altijd meer stralingswarmte en beweging dan de bovenkant. En daarom adviseer ik altijd, als je een Big koopt, koop er een convector bij. Wat is een convector? Dit is een convector: een grote, zware keramische steen. Een soort pizzasteen met pootjes. Dit is een hitteschild. Nou leggen we onze steen erin. Hierop leggen we ons lichtsmerige roostertje. En nu ligt alles wat op het rooster ligt indirect. Dus dit is nu echt een hitteschild. De warme lucht en of de rook kan er omheen, maar je product blijft altijd beschermd en krijgt van beide kanten precies evenveel warmte. Nou is zo'n convector die is natuurlijk vrij kwetsbaar. Het is keramiek, het is hetzelfde materiaal als dat de Big Green Egg van gemaakt is en kan dus ook extreem hoge temperaturen verdragen. Maar omdat hij zo heet is en je wil bijvoorbeeld nadat je hem gebruikt hebt wil je direct grillen. Ja, hoe doe je dat? Hoe haal je dat ding eruit? Hebben ze iets al bedacht. Namelijk de convector basket. Nummer 2. Kijk, de Convector basket, Draadframe. hierin past precies jouw Convector. Nu is jouw steen beschermd, kijk, tegen het plaatsen. Groot bijkomend voordeel is, op het moment dat hij heet is, je pakt twee theedoeken of twee handschoenen en je haalt hem er gewoon uit en je kunt hem gewoon kort ergens eventjes neerzetten. Je kunt je kooltjes bijvullen of wat rookhout toevoegen, dat soort dingen. En je plaatst hem er weer in. En uiteraard, hierbovenop past gewoon je rooster. Als zodanig. Nu hoor ik je denken. In de winkel vertelden ze mij of de convector, maar wat je ook kan doen is twee halve gebruiken. Aha, daar wil ik toch eventjes op terugkomen. Dit is zo'n halve convector. Afgesneden in het midden. En hier heb ik nog een halve convector. Kijk. En als je die zo in elkaar legt. Passen ze precies. Maar wellicht zie je het nu al. Twee halve convectors. Die zorgen er eigenlijk voor dat die helemaal afsluit. Bijna helemaal afsluit. Als ik hem nu in mijn Bigger in plaats, dan kan de lucht er eigenlijk niet meer onderdoor of tussendoor. Dat is niet zo heel erg als jij een pooled pork maakt, bijvoorbeeld, en je hebt moeite met lage temperaturen te handhaven. Dan zou dit kunnen, maar doorgaans krijg je te weinig trek. Ook bijvoorbeeld als jij een pizza zou willen maken. of indirect op hoge temperaturen zou willen gaan werken. Met andere woorden, als jij bijvoorbeeld iets van uh, chicken wings zou willen maken. op 200, 220 graden indirect. op je rooster hierboven. dat gaat je bijna niet lukken. Dus, ik adviseer altijd. de convector te nemen. en één zo'n halve convector. Want, dan komen we meteen bij nummer 3. de halve convector. In combinatie met halve roosters, een half gietijzer rooster, bijvoorbeeld. Het halve gietijzerrooster kan ik hoog plaatsen, kan ik indirect plaatsen boven de halve convector en laag direct op deze manier. Dit zie je mij vaker doen tijdens mijn recepten. Komen we meteen bij accessoire nummer 5, namelijk een half RVS-rooster. Deze leg je bijvoorbeeld boven je halve convector. Ik heb al talloze recepten gemaakt met deze opstelling. Dus ik heb laag het gietijzeren rooster gebruikt, want gietijzer dat geeft een betere geleiding. Gietijzer door de massa. Blijft gewoon warmer, waardoor je die mooie grillmarks krijgt. En dus letterlijk een smaakverschil krijgt. Dat wil niet zeggen dat je op een RVS-rooster niet kan grillen. Maar een RVS-rooster koelt veel en veel sneller af dan een gietijzeren rooster. Dus zak, zak, zak bijvoorbeeld aanzetten en doorgaren op een indirecte temperatuur. Eventueel met een beetje rook erbij. Gaat hartstikke mooi. Of gewoon als jij heel veel. Producten hebt, vroeger het ouderwetse barbecue met je setteetjes, met je sjasselijkjes, met je speklapjes, met je hamburgertjes. Het is erop, 1, 2 minuutjes doorgaren en meteen de volgende en zo en door en door en door. Dat werkt hartstikke mooi op deze manier. Eigenlijk ben je hier klaar mee. Met deze opstelling kun je in principe alle kanten op. En het moet heel gek worden, wil je het gerechtje niet kunnen bereiden, als jij deze accessoires, die ik zojuist genoemd heb. Hebt. Natuurlijk kun je het uitbreiden met twee halve gietijzerroosters of twee halve RVS-roosters of twee halve convectors. Kan hè? Kan. Maar dan misschien wel een van de meest lullige accessoires die je kunt bedenken: namelijk het aspookje. Het is eigenlijk een soort stoelhoekje aan een, uh, aan een staafje. Dat aspookje, dat helpt je enorm als jij. De kooltjes, de houtskolen die je hebt gebruikt, één of twee keer hebt gebruikt, dan gaan daar kleine stukjes houtskool de luchtgaatjes blokkeren. En de as gaan de luchtgaatjes blokkeren. Nou, wat doe je? Je neemt je aspookje en je gaat voorzichtig door je gebruikte kooltjes. Niet te hard porren, want dan ga je je kooltjes alleen maar nog kleiner maken. Maar je zorgt er gewoon voor dat je weer wat luchtgaatjes ziet. Bovendien kun je heel makkelijk jouw as... Uit de Big Green Egg scheppen. Al dan niet in combinatie met de Ash Removal Pen. Die ervoor zorgt dat je helemaal niks op jouw vloerbedekking knoeit. En zo simpel is het. Je trekt gewoon het as uit de Big Green Egg. Dus de aspook. Ja, onmisbaar. En natuurlijk optioneel deze, hè? maar niet noodzakelijk. En dan als zevende belangrijk accessoire wil ik toch eventjes een lans breken voor dit superhandige apparaatje. Dit is de cast iron Grid lifter of de stainless steel cast iron grill lifter. Kijk, die roostjes, die zijn op een gegeven moment natuurlijk bokker bokker heet. Wat doe je? Stel je wilt je barbecue helemaal omzetten, een andere indeling. Hup, Dit kan gewoon heel makkelijk op deze manier verplaatst worden. Eventueel zet je hem hoger of lager. geldt ook voor jouw RVS rooster. En zelfs als je hier dus allerlei vlees op legt, hè, zware spullen, gaat super makkelijk. Gewoon met vlees en al til je dit eruit. Zelfs een heel gietijzeren rooster, die toch een heel stuk zwaarder is, inclusief vlees, gaat makkelijk. De Gridlifter. Ideaal. En dit was het eigenlijk. Dit zijn eigenlijk de basisaccessoires waarvan ik zou zeggen koop deze erbij. Want dit maakt het leven een stukje prettiger hoor. Het maakt het werken met zo'n Bigger Neck een stukje makkelijker. Dan is het geen gepruts. Dan is het gewoon fijn werken. Dan zul je zien dat je hem nog vaker aansteekt. En voor je het weet sta je drie keer in de week in de tuin met jouw Bigger Neck. Nou, dit was hem dan. Een redelijk korte video deze keer, maar omdat ik zoveel vragen kreeg van beginnelingen, wat heb ik in godsnaam nodig? Ik weet allemaal niet meer. Die zegt dat, die zegt zus, die zegt zo. Internet zegt, zegt dit. Uh, Facebook heb ik dat gelezen. Hopelijk heb je hier wat aan gehad. Ik zou zeggen volgende maand weer een Big One X Special, natuurlijk met een fantastisch recept. Ik zeg hoi je. Vond jij dit nou een leuke video? Heb je hier wat aan gehad? Overweeg dan eventjes om te abonneren op mijn kanaal, want ik werk elke week op allerlei soorten barbecues. Op een gasbarbecue, op houtskoolbarbecues, op echt vuur, op palletgrills, op smokers, noem maar op. Kost helemaal niks hè. Dat doe jij door op deze knop te drukken, zoals bijvoorbeeld de video van vorige week. Ik zet hem hier neer of die van uh, een poosje terug, deze, ook hartstikke leuk en altijd wel een lekker recept. En voor meer informatie check even mijn website ralsbarbecuetube.nl. Ik zou zeggen kom erbij, join the club. Goeie dingen!